Marvin Peersman, is dit gelijkspel een felicitatie waard? Ja, ik denk wel dat we hadden kunnen scoren. Joris de kans. Maar ja, uiteindelijk is 0-0 een punt is wel goed. Zeker ook misschien wel als je kijkt naar de slotfase, hè, waarin dan die druk van ADO nog even toeneemt. En ja, jullie dan een paar keer door het oog van de naald gaan. Ja, tuurlijk. Maar ja, Robert Toulouk stond goed te kippen, dus ja, dat is wel goed. Wat was het voor een wedstrijd in jouw ogen? Ja, een wedstrijd met veel strijd. Dus ja, en ook veel kansen. Dus ja, ik vond het wel een goede wedstrijd. Veel kansen, het verhaal is bekend. Die moet je maken om te winnen. Dat lukt bij jullie vaak niet. Ja, dat moet op een gegeven moment ook wel frustrerend zijn, kan ik me voorstellen. Ja, tuurlijk. Zeker als je onderaan staat. Dan moet je elke kans eigenlijk proberen af te maken. Maar ja, het is nu zo. We moeten gewoon positief blijven en op naar de volgende wedstrijd. Het meest besproken moment van deze wedstrijd is in de eerste helft. Als ADO scoort, iedereen eigenlijk al klaar staat voor de aftrap. En dan het doelpunt niet blijkt te tellen. Hoe beleefde jij dat? Ik dacht dat de bal uit was. En uiteindelijk was hij ook uit. Of buitenspel. Maar ik vind het wel heel goed van de ref dat hij terugkomt op zijn beslissing. Dat is wel heel mooi. Want jullie hadden er eigenlijk al jezelf hebben neergelegd dat jullie op achterstand stonden. Ja, niet echt. We gingen eerst een beetje verhaal halen bij de ref. En dan is het wel mooi dat hij, dat hij die beslissing terugdraait. Krijg je daardoor een meevalletje, noemen we het dan maar even, misschien dan ook nog een soort van boost tijdens zo'n wedstrijd? Ja, nee, die bal was gewoon uit. Dus, dat was buitenspel aan. Of wel buitenspel, ja. Maar voor hetzelfde gaat zien ze het niet en dan sta je toch achter. Dus dit is wel lekker meegenomen dan, toch? Ja, ze staan ervoor, hè. Dus ja, dat is nu zo. Je pakt een punt. Dat is op zich tegen een directe concurrent niet gek. Maar je schiet er ook niet mee op, want het gat blijft 9 punten. Hoe moet je dan zo'n resultaat inschatten? Ja, het is gewoon een positief resultaat. Je moet niet verliezen. Dat is het allerbelangrijkste. En er zijn nog genoeg wedstrijden om die 9 punten te halen. Dus het is nog steeds positief.